met allemaal strijders die ook op de meeting zijn aangekomen. Ja, holy shit, er wordt fucking ziek gras. Let's go! Ja, zeg maar, Bradley heeft zeg maar kanker bij hem in zijn keel begonnen en dat is nu uitgezaaid. Daarvoor willen wij dus een hele dikke ride-out gaan organiseren. Gast, je hebt zo'n dikke zip, hè. Ik zag het op jouw Insta. 2. Politie of Zandvoort? Sjoes! Hond komt de bult aan, gaat hij daar doorheen? Ja, ja! Zo, het doet die hekken. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. Everything you're trying to say to me. So open up my eyes. Tell me I'm alive. This is never gonna go our way. If I'm gonna have to guess what's on your mind. Mensen van Monsieur, welkom weer bij een speciale video, noem ik het maar deze keer. We nemen vandaag afscheid van Bradley. Voor de mensen die Bradley niet kennen, ik en nog wat maatjes van Bradley zelf hebben een hele leuke ride-out voor hem georganiseerd. En Bradley zijn wens was nog eigenlijk om een dikke ride-out te gaan organiseren, samen met Monsieur en maatjes van hem. Nou, hebben we dat nog kunnen waarmaken, waren ze de dag dat we helaas afscheid moeten nemen. Bradley was een 17-jarige jongen, kreeg keelkanker en dat is uitgezaaid. Nou, dat is echt is verschrikkelijk, dames en heren. Dus eigenlijk mijn doel van vandaag, ik heb natuurlijk de familie gevraagd. Ik heb natuurlijk de rouwkaart ontvangen. Ik ben uitgenodigd daarvoor. En eigenlijk mijn doel van vandaag is om weer een prachtige film te maken. Net zoals vorige keer. Ik heb natuurlijk de familie gebeld om er natuurlijk toestemming voor te vragen. We zeiden de vader van Bradley zelf dat hij het echt enorm prachtig vond met de ride-out en de prachtige shots die ertussen waren. Zij vond het echt prachtig. En dat filmpje is ook gedeeld, jongens. Niet normaal. Als jullie die ride-out nog willen zien, link staat in de beschrijving. Dan gaan wij richting begrafenis van Bradley. Het is echt... Ik had met Bradley zelf nog afgesproken dat we nog een keer een brommervlog zouden doen, maar zijn gezondheid is zo snel naar achter gegaan dat... En toen zei hij, kom dan met de Tomos, want mijn video's lopen zo... Toenertijd met die ride-out had ik een Tomos gekocht en helemaal gecustomized en alles. Dus zei hij, kom met de Tomos, dan gaan we de brommervlog. Nou kon dat helaas niet meer, omdat Bradley zijn gezondheid zo snel naar achter is gegaan. Maar ja, dat is dus de reden waarom ik ook de Tomos mee heb en niet de zip of zo. Want het was, Bradley vond het leuk dat ik nog de... Het is, Het is moeilijk, het is echt, ik wil natuurlijk gecondoleerd naar alle vrienden, familieleden en de ouders van Bradley natuurlijk, die deze video ook kijken. Nog één ding, er worden geen inkomsten gegenereerd op deze video natuurlijk, net zoals de vorige video op de ride-out ook niet was geweest. Ik wil de video natuurlijk zo mooi maken dat we gewoon copyright muziek en alles gaan gebruiken, want dit is iets om nooit te vergeten. A lifetime, watching it slip away. Lieve Brett, 17 jaar, 8 maanden en 7 dagen. Zo kort mocht je maar bij ons zijn. Zoveel vragen, maar zo weinig antwoorden. Zoveel verdriet, zo weinig troost. Want wat moet je nu als ouder zeggen op zo'n moment? Er is niets, maar dan ook niets te bedenken wat de lading dekt van jouw gemis en de leegte die achterlaat. Trying to open up my arms again.
Hoe Bradley het ook zou beleven. We gaan nu gewoon lol met scooters hebben. Zou Bradley net zo min willen hebben. En dan gaan we even wat leuks ervan maken. Positief ook weer afsluiten. Het was echt, echt heel prachtig. Echt. Zo, hey. Dames en heren, we zijn weer bij de meetingplek aangekomen. En we gaan natuurlijk als leuk afsluiten iets positiefs van maken. Waar Bradley ook zelf zou bij willen zijn. Ik heb de Thomas mee, dus we gaan er wat leuks van maken. Die is sowieso niet getuned. 5cc, makkelijk. Zo, hey. Bruut, jongen. Dit ding is leuk speelgoed. Ja, hè? Zo, hey. Zo. Bruut, jongen. Dus, met Thomas gaat harder natuurlijk. Makkelijk. Ja, tuning. Schreef je? Dat noem je nou gewichtsbesparing, hè? Dat ja. Je moet gewoon aftrekken en dan is het echt ultieme tuning. De politie kan niet meer zien wie je bent. Nee. Kan je gewoon wegrijden. Daarom. Dat is gewoon voordeel. Oh, allemaal. Die gast gaat hard, jongen. Ik ga op de Thomas rijden. Hansvlas, first start, jongen. Oh nee, hij is lek. Oeh, dit gaat niet goed. En dan kan ik hem net zo goed afhalen. Hè? Kom maar, racen. Thomas Air blijft echt het beste ding ooit. Hoor die toeter, hij gaat van hoog naar laag. Nou zit de cameraman even achterop die harde motor. Die heeft wielen zo. Dus even een POV van de GoPro dan. Ik word er wel weer best wel emotioneel van als we weer gewoon op deze plek zijn, maar het is wel een mooie afscheid moet ik zeggen. Ik ben nu onderweg naar huis aan het gaan. Het is zo, ik weet niet, ik heb me nog wel droog kunnen houden, zeg maar. Ik ben altijd zo'n type, zeg maar. Ik durf mezelf niet te laten zien tijdens het huilen. Behalve als ik alleen ben. Dus als ik straks thuis ben, dan doe ik een jank, jongen, van hier tot Tokio. En dan krijg ik weer de volgende dag een bloedneus. Maar ja, zo werkt het altijd bij mij. Het is echt, moet wel zeggen, het is echt een heel mooi afscheid. En hoe de ouders van Bradley het ook hadden gedaan, echt prachtig. Ja, ik weet niet. Het is, ik weet niet hoe ik me moet voelen. Het is echt, het is afgesloten. Het is echt prachtig afgesloten. En we hebben goed afscheid kunnen nemen. Laat staan, want ik zie altijd dan de positieve dingen eraan. Laat staan dat we helemaal geen afscheid hebben kunnen nemen. Die ride-out niet kon doorgaan, omdat het allemaal te erg was geweest. Dan was het wel een ander verhaal. Maar ik moet wel zeggen, ik zie de positiviteit daar echt wel van. Ik heb nog echt in die korte tijd. We hebben echt binnen een week nog die ride-out proberen te fixen. En dat is gelukkig gelukt. Ook dankzij jullie strijders. Over jullie strijders. Alle geliefde naast je, die nu dicht bij zijn. Geef ze gewoon even een knuffel. Zeg even dat ze veel betekenen in je leven. En dan toch. Het is, ik geef jullie maar een knuffel. Ik heb niemand naast me of zo. Dus ik geef de camera maar. Ik hou van jullie. Ja, dames en heren. En dit bedoel ik. Het is de volgende dag. En dit is hoe het er bij mij letterlijk uitkomt. Het is toch ook verschrikkelijk. Ah, het is toch ook zo. Ik weet het niet. Ik ben een raar emotionele Jostie, om het zo te noemen. En de laatste dikke kus voor papa en mama.